Afgelopen jaar was daar misschien wel een van de hoogtepunten uit zijn carrière. Hij werd door DJ Mac gebombardeerd tot number one DJ of the world. Martin Garrix, Martijn, tof dat je even tijd hebt, man. Altijd. Want het is druk, hè? Ik zie mensen in de rij staan voor je pop-up store. Volgens mij moet je over een uurtje weer in het Delamar zijn voor een studiosessie. Wat doe je allemaal tijdens ADE? ADE is voor mij de drukste week van het jaar. Veel studiosessies, veel meetings, veel interviews. Vandaag hebben we ook een pop-up store meet and greet gehad. Zometeen een masterclass, waar ik ook super veel zin in heb. En dan ook nog twee shows dit weekend in de rij. En ik moet zeggen, ik zie geen wallen onder je ogen. Ik weet niet, nee, je gebruikt volgens mij geen make-up. Je ziet er best wel fit uit, man. Dankjewel. Ik voel me alleen helemaal niet fit, maar ik ga vanavond op tijd slapen. Morgen ga ik lekker met mijn team voorbereiden voor de rijshows. En morgenavond studio sessie. En dan vrijdag heb ik de hele dag vrij om even op te laden voor de rijshow. Heeft dat afgelopen jaar, omdat je ook door DJ Mac nummer 1 DJ van de wereld genoemd bent, heeft dat dingen veranderd waarvan je zegt, ja, als ik niet nummer 1 was geworden, dan was dat nooit gebeurd? Nee. Nee, denk ik niet. Ik ben super, super mega dankbaar voor de support van alle fans. En dat ze me in die positie hebben gestemd. Maar voor mij, ik kijk niet echt naar awards. Ik kijk naar de shows. Als ik mensen daar zie lachen, dat is wat mij gelukkig maakt. Ik ga niet naar een kast met awards kijken van, oh mijn god, kijk dit nou. Ik ben bij een show en ik zie mensen glimlachen. Ik was vanmiddag had iemand die had mijn hoofd getatoeëerd op de arm. Vond ik heel extreem, maar die vertelde een super heftig verhaal. Dat ik er door een hele moeilijke tijd had geholpen in het leven. Dat soort dingen, daar denk ik van bij. Ja man, hier ben ik echt trots op. En zo'n award ben ik super blij mee, maar een award is een award. En een herinnering of een emotie of een huwelijksaanzoek. Dat je twee mensen verloofd zien worden tijdens een concert. Dat soort dingen, dat vind ik echt vet. Hoe zag je dat toen je net begon? Wat was je beeld daar toen van? Want ik bedoel, ik heb zelf niet het idee dat het zo groot is, dat er zoveel gebeurt. Hoe was dat? Had je dit überhaupt verwacht, dat dit zo uit de hand zou lopen? Nee, echt totaal niet. En voor mij, muziek maken is begonnen als een hobby. Het is nog steeds een hobby. Ik vind het gewoon fucking leuk om lekker. Mijn studio is mijn happy place. Ik kan er mezelf zijn, mijn eigen ding doen. En dat kon ik 7 jaar geleden ook. Alleen als je mij 7 jaar geleden zou zeggen, over 7 jaar later, dat deze situatie nu zo zou zijn, dan zou ik je aankijken van ja, doei. Geloof ik niks van. Maar het is een soort droom. Ik kan het gelukkig delen met mijn vrienden en mijn familie. Dus ja, dat maakt het allemaal iets normaler. Stel, het stopt morgen allemaal in één keer. Wat zou je dan willen gaan doen? Sowieso iets in de muziek. Als ik niks met muziek kan doen of als er geen muziek was, ik zou helemaal gek worden. Stel, draaien stopt morgen, toeren stopt morgen. Dan ga ik lekker muziek maken voor anderen. Ik heb nog andere projecten naast Martin Garrix waar ik nu lekker op aan het focussen ben. Dus er zijn genoeg dingen waar ik mee bezig ben. Ik had het even over prijzen die je gewonnen hebt. Je hebt laatst ook een rechtszaak gewonnen waarvan je zei, ik heb eindelijk mijn erkenning terug voor wat ik ooit gemaakt heb. Waarom is dat zo belangrijk voor jou? Als jij een baby op de wereld zet en iemand komt aangelopen, haha, die is van mij, dan voel je ook verrot. Ja, nee, raar voorbeeld, maar wat ik. Ja, ik begrijp het wel gelijk. Ik begrijp wel wat je zegt. Jouw muziek is als een kindje voor jou natuurlijk. Ja, en het ding was, de contract die ik had getekend, die klopte niet. Ook vanuit gewoon een juridisch opzicht. En toen had Spin in mij voor de rechter gesleept, omdat ik tegen ze zei, toen ik nog 1,5 jaar te gaan had, ik zei van jongens, jullie zijn me aan het naaien. En ze wouden niet heronderhandelen. Toen zei ik, oké, ik ben weg. Toen wouden ze geld van mij, dus ze hadden me voor de rechter gesleept. Toen ben ik erop tegenin gegaan. Dan zei ik van ja, maar jullie hebben mij genaaid. En toen heeft de rechtbank mij gelijk gegeven van alle punten. En daar ben ik ja, super, super blij en dankbaar. Ja, zover dat alle contracten eigenlijk gewoon teniet gedaan zijn, hè, die eerder getekend zijn. Dus dat is gewoon allemaal ja, op jouw konto. Dat heb je gewonnen. Gefeliciteerd daarmee. En hoe nu verder? Ik bedoel, je hebt zoveel bereikt al. Je bent nog zo jong. Wat zijn nog allemaal dingen die je wil gaan doen voor het komende jaar? Laten we het op een jaar houden. Ik heb nu net een nieuw studiogebouw gekocht in Amsterdam. Stemmed Recording Studios. Daar zijn we nu midden in de verbouwing van. Maar dat wordt echt supermooi, supermooi project. En dat wil ik gebruiken om nieuw talent de ruimte te geven. Een platform te geven om muziek te maken. Om zichzelf te kunnen developen. Dus daar ben ik druk mee bezig. Ik ben heel veel bezig om voor anderen aan het produceren. Ik ben onder Martin Garrix bezig, zoals ik ook afgelopen jaar heb gedaan. Combineren met nieuwe sounds, nieuwe stijlen. Ik hou ervan om mensen te verrassen. Als je doet wat mensen verwachten dat je doet, ja, is leuk. Maar na een tijdje gaat het vervelen. En ik vind het leuk als mensen zitten van, huh? Ik dacht ook bij pizza. Ik denk, dit klopt niet. Er is iets. Ik heb ergens anders nog klassieke audio lopen of zo. En toen kwam in één keer. Nou, toen kwam die beat er in één keer. Tof, dankjewel. Voor mij is het. Dat soort dingen vind ik leuk. Als je doet wat iedereen verwacht dat je doet, dat is gewoon dom. En dan gaat het uiteindelijk vervelen. Top. Blijf ons verrassen, man, het komende jaar. En heel veel succes tijdens ADE.